Best een gekke wedstrijd uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Ja, hoe komt dat? Dit was bijna een... Ik kreeg een AZ-gevoel. Dus en dan waren jullie AZ? Ja. Ja, dat was duidelijk. Dat was niet goed. Nee, want je hebt het eigenlijk helemaal onder controle. Nou, niet goed dat je eigenlijk goed voetbalt. Dat je heel veel kansen creëert. Dat je de wedstrijd lang binnen moet hebben. En dan staat het opeens 2-2. Nou, dan is het wel mooi dat je nog veerkracht toont. En dat het dan omgebogen wordt. Ja, dat is, maar kon je je ogen geloven wat je zag eigenlijk? Want je bent 75 minuten lang zoveel beter dan de tegenstander. Ja, maar je weet gewoon dat op het moment dat die 2-1 valt, dat het wil lastig worden. En ik had niet gezien door de melee van spelers dat Julio hem ook in... Hij schoot hem er goed in. Ja, dat is een curieus eigen doelpunt. Ja, maar dat we meer voorin moeten doen eigenlijk. Ja, want dat is wat je ploeg dan kan verwijten tussen aan. Ja, dus de afronding verder vind ik goed gevoetbald. Veel meer waar ik al vaker wat over heb gezegd. Over de vrije man vinden om zelf kansen te creëren. Hebben we heel veel gedaan. Ja. Alleen dan moet je... Nu waren we minder efficiënt dan de andere wedstrijden. Ja, ben je heel sterk geweest in het afjagen, druk zetten met tegenstander. Dat levert dan doelpunt op waarvan het lijkt alsof de tegenstander meehelpt. Daar was je een beetje pissig over. Kan ik me iets voorstellen? Nou, niet zozeer pissig. Maar wel dat het... Het kan niet altijd toeval zijn als het steeds weer gebeurt. Nee, maar nu creëer je door gewoon heel goed te voetballen zelf heel veel kansen. Ja, is dat toch anders? En toen wel in de eerste 5 minuten ook alweer door het af te jagen, had het alweer 1-0 moeten staan eigenlijk. Ja, de enorme frisheid, de snelheid die in het elftal zit. Hoeveel ruimte zit daar nog in om daar nog beter in te worden? Of is het geen afspiegeling dat zolang spelen we nog niet bij elkaar. En ook qua breedte van de selectie... denk ik ook dat het er goed uitziet. En in het begin moest ik gewoon heel veel wisselen. Omdat jongens nog niet klaar waren voor 90 minuten. En dat is nu niet meer aan de orde eigenlijk. Nee, want het is heel fris. De mensen uit eigen opleiding gaan zich goed ontwikkelen. Romarato, die voetbalt alsof hij 400 wedstrijden op de teller heeft. Ja, maar die heeft vorig jaar ook al heel veel gespeeld. Maar geen 400. Ja, dat is een rustpunt aan de bal. En dat moet hij nog verder uitbouwen. Dat hij niet alleen een rustpunt is, maar dat hij ook... nog meer nadrukkelijk aanwezig is in een wedstrijd. En hij had ook zijn eerste eredivisie goal kunnen maken. Als ik jou begin juli had gezegd, rond november, sta jij met 8 gespeeld, 17, gewoon derde in de eredivisie. Wat had je dan tegen mij gezegd? Nou, dan hadden we jou op laten nemen. ik weet wel dat alle spelers die binnenkwamen, dat er echt... We hebben echt gekeken naar kwaliteit van spelers. En dat is ook de reden van de vele huurlingen. Dat is ook een financiële noodzaak. Maar dat het allemaal zo snel als een puzzeltje in elkaar vastpast. En dat is gewoon hartstikke mooi. En de volgende wedstrijd is PSV. En daar kunnen we vol in vliegen. Kan je 2 weken over nadenken? Ja, dus... Ik denk dat ik de gedachten eerst nog eventjes ergens anders hou. Maar we hebben PSV al aardig in kaart. Alleen er zijn ook wel heel veel persoonlijke wisselingen geweest. Dus we zullen het zien over 2 weken. Gaan we zien, dankjewel. Alsjeblieft.